Taihori is het thema van de kunstexpositie van Egidu, die vrijdag 29 oktober is geopend. Het is de eerste fysieke tentoonstelling van Egidu sinds de uitbraak van de coronapandemie in Suriname. Carla Teunvoort, galeriehouder van Egidu, zegt dat in oktober het besluit is genomen om een fysieke kunstexpo te houden na de cijfers te hebben gezien van het aantal coronagevallen en het aantal gevaccineerden. Meer duidelijkheid omtrent de Mohana-regels heeft ook een rol gespeeld bij deze beslissing. Teunvoort benadrukt dat de tentoonstelling tot doel heeft de samenleving een hart onder de riem te steken. Weet je van, geef niet op, blijf je best doen, je weet toch, hou vol. Die hele situatie met corona en de economie en de politiek en weet ik veel. Dat het je niet... Dat het je niet ten onder brengt. Want het, bijvoorbeeld in de economie, weet je, mensen zijn hun winkels kwijt, anderen zijn hun baan kwijt en zo. En dan heb je dat ding nog met die corona en zo. Dus het is, Taihori is van hou vol, hou het goede vast en dan gaan we het overleven. Bij deze expo zijn kunstwerken van ruim 17 kunstenaars te zien. Hiertussen ook werken van Wijlen Erwin de Vries, Leo Wong Loy Sing en Ri Daal. Het gaat om zowel academische kunst als traditionele kunst. Voor Teunvoort betekent deze expo dat er ondanks alles toch licht in de tunnel is. Deze fysieke expo geeft aan dat de kunst, oftewel de ziel van de samenleving, nog leeft. Teunvoort is van mening dat in het werkstuk van Leo Wong Loy Sing het thema van de expo het best tot uitdrukking komt, omdat het een abstracte compositie is van vormen. Dat, en omdat het abstract is, heeft het, doet het een beroep op je verbeeldingskracht. En zodra je beroep doet op je verbeeldingskracht, dan krijg je automatisch dat innerlijke gevoel van Taihori. De Taihori kunstexpositie is tot en met 15 november in de kunstgalerij te bezichtigen. De expo is ook online te zien op de Egidu website.